Want ik heb DJ Compuphonic bij mij. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. En ik heb vooral ook een minister van Buitenlandse Zaken, DJ Reinders, bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag, of bijna meer dan dat nu. Mag ik DJ Reinders zeggen vandaag? Oh ja, het is ook mogelijk. Dat is ook mogelijk. Est-ce que vous vous connaissez? Parce que vous êtes de la même ville. Voilà, on vient discuter un tout petit peu, on a certaines connaissances en commun, mais moi, évidemment, je le connais. Oui, est-ce que vous, kent-u DJ Compuphonic, meneer? Sinds enkele minuten, ja. Sinds enkele minuten, wat? Non, j'ai eu le contact pendant quelques minutes maintenant, et comme j'ai quitté Liège depuis quelques années maintenant pour être à Bruxelles, mais j'en reviendrai volontiers. Ça me mogelijk misschien om terug te komen om iets te horen en leuk. Ok, hij heeft in elk geval net een set gespeeld. Tu viens de jouer à Tomorrowland, c'était comment? C'était très sympa. En fait, je joue sur une petite scène, donc le public me connaît parce que c'est vraiment petit. Uh-huh. Donc ça me fait plaisir, je peux jouer la musique que j'aime. C'était une petite bulle dans la grande bulle. Ouais, parce que c'est... Par exemple, la musique que tu aimes. Je fais de la Didier, si tu veux. Voilà. DJ. Ouais, c'est ça. Je fais de la house un petit peu mélodique, comme ça. Donc c'est de la musique électronique. J'essaie de mettre des voix, des mélodies et de faire un peu le match entre l'énergie et la musique. Je suis violoncelliste à la base, c'est un peu l'idée. Un peu de classique au départ. Voilà. Ja, hij zegt net dat hij dus celliste is van opleiding. Ça t'a aidé que tu fais de la musique classique pour faire de la musique électronique après? Pour faire de la musique, ça aide quand même toujours. Ouais. Évidemment, avoir un apprentissage classique, c'est énorme. Je pense que c'est aussi le 17e, 18e, 19e siècle des moments de pure beauté au niveau de la musique, donc s'en inspirer, ouais. Évidemment un apport immense dans ma musique. Ok, super. We gaan straks luisteren naar Compuphonic, meneer Reinders. Ja, maar het is voor mij een beetje raar om dat te horen. Dus, het is mijn eerste bezoek naar Tomorrowland, maar ik had niet gedacht dat het mogelijk was om een klassieke muzikant te zien. Meneer Reinders, ik zal u meteen wat vertellen. Alles is mogelijk op Tomorrowland. Alles is mogelijk, ja. Alles is mogelijk. Het is hier het festival van de complete gekheid op een stokje. Het is uw eerste keer hier. Vertel, wat vindt u ervan? Ik heb veel dingen gehoord in mijn familie, bijvoorbeeld met mijn dokters die aanwezig waren in de vorige jaar. Maar voor mij is het heel belangrijk om hier te komen. Het is een zeer groot succes wereldwijd. Uh-huh. En ik heb veel imago's gezien, maar het is nog beter om ter plaatse te zijn. En wij blijven nu zeer actief met alle ambassades in de hele wereld, met Tomorrowland. Het is het enige festival met zo'n repercussie in zoveel verschillende landen. Dit jaar heb ik gehoord meer en meer naar China. Het is ook zeer goed. En voor het imago van België met zoveel problemen in de laatste maanden, uh-huh, met de terroristaanslagen in Parijs en in Brussel en nog in Nice. Ik was in Nice vanmorgen voor een plechtigheid. Ik denk dat het zeer belangrijk is om zo'n evenement in de hele wereld met zo'n succes te hebben. Zeker. Merkt u dat als u in het buitenland komt, spreken mensen u er soms over aan, over Tomorrowland? De diplomaat niet zoveel. Dat zijn geen vuivers. Met de jongeren wel. Ja, dat de is jongeren wel. Zeker. En zeker ook met Brussels Airlines. Het is een goede partner van Tomorrowland. Maar ik heb ook veel contact gehad in verschillende landen, in de Verenigde Staten. Maar ook in China bijvoorbeeld. En altijd. Er is een deel van de activiteit van Brussels Airlines voor Tomorrowland. Het is ongelooflijk om zoveel vluchten te zien met mensen aan boord die zijn al bezig met een feest. Voor hun aanwezigheid hier in Tomorrowland. Ja, wat gaat u hier vandaag nog doen, meneer Reinders? Gaat u mee gaan feesten? Ik weet het niet. Ik volg, maar ik zal naar enkele podia gaan. Dus eerst en vooral. Maar nu heb ik contact met de pers, heb ik contact met de organisator. Maar ik met zal, de DJ's ook, Compuphonic. Met DJ's en ik zal later een beetje muziek te horen, toch? U gaat echt de massa in? Ah ja, ik ga altijd zo in veel andere festivals, maar ik denk dat het zeer speciaal is. Ik was bijvoorbeeld gedurende 25 jaar bij de Francophonie in Spat. Dat is de eerste van echte Franstalige festivals. Maar hier is het zeer, zeer bizar voor wat mij betreft, om zoveel podia te zien. En, ik was voor de eerste keer voor het grootste podium. En om zo'n podium van 40 meter, denk ik. Ja, minstens. Minstens. Uh-huh. Niet te ver gaan. Je moet altijd overdrijven op het podium. Ja, het is altijd goed. Maar 100 meter. Ja, oké, maar super. Dan zie ik u misschien straks daar op een van de schermen crowdsurfen. Ja, dat is aan mogelijk, maar op de andere kant, met het publiek niet. Niet op het podium. Ik zal dat niet doen. Nee. Ik wens u in elk geval een fijn verblijf. Dank u. Dat u gekomen bent. We gaan luisteren naar Compuphonic. J'avais encore une dernière question pour toi. Parce que tu vas commencer un nouveau projet avec ton chanteur, violoniste. Marquise Oliver, c'est oui, ça. Vous c'est avez ça. Beaucoup passé le morceau Sunset. Oui, c'est ça. Donc on vient de créer un duo ensemble qui s'appelle Radio Atlantis. Ok, et vous allez sortir dans la nouvelle musique. Il vient de sortir maintenant chez Piace en Angleterre. Donc c'est le tout début. Vous êtes peut-être les premiers à le passer.
passer. Donc voilà. Ok, super. Merci d'être venu tous merci les deux. Beaucoup à vous. Les Liégeois dans mon studio, c'est une honneur. Merci beaucoup et bon festival. Studio. Up Tomorrowland.